Goedemiddag! Nou. Nou. Huh? Terwijl wij op de ooievaar zitten te wachten. Ja. Heb jij hem gezien? Hè? Nee. Nou, de ooievaar is er wel, maar niet wat hij moet komen brengen. Nee, inderdaad. Nog geen baby. Nee, ik word een beetje verdrietig van. Maar ja, je weet het niet, hè? Ik bedoel, op het moment dat mensen dit gaan zien, wat ga je doen? Hoe? Live bevalling? Nou, dat hoop ik niet, maar... Ik heb wat moois gekregen. Ja, ik ben er heel blij mee. In de mail. In de mail, hoor. Het gaat nog even duren voordat hij in de winkel ligt. Ja, voordat dus... zwangerschap iets anders is verlopen dan dat we natuurlijk gehoopt hadden. Maar we hebben de cover van je haakboek. Oh. Mooi. En na de onwijs vele reacties die we hebben gehad op de naam. Dat waren er echt veel. Echt heel veel. Het zou zomaar kunnen dat er een winnaar of een winnares tussen zit. Dus dat gaat helemaal goed komen. Mm-hmm. Maar om nog even de tijd door te komen, voordat onze baby er is, is het misschien leuk voor de mensen om onder het Linda-filmpje van deze week... Ja, ik moet even lachen. Wat ga je... Nee. Ja. Raad de datum waarop de baby geboren gaat worden. Ja, toch? Dat zou kunnen, ja. Ja. En dan hebben we daar ook een leuke prijs voor. Dus onder het filmpje op Linda TV... Je datum, wanneer ons kindje geboren gaat. Onder het filmpje van Linda TV. Dan weten wij ook wanneer het zover is. Weet je wat ik wel heb en waar ik echt heel blij mee ben? En misschien is het daarom wel psychologisch, omdat dat nog niet helemaal klaar was. De bekleding van de box. Nou. De boxbekleding. Wauw. Hoe blij worden wij hiervan? Nou, zoals je ziet... krijg ik een hele mooie boxbekleding van Royal Baby Collectie. En ze zijn nu de hemel aan het maken. En het ziet er prachtig, maar dan ook echt prachtig uit. Ik ben zo blij. Kleine man, je kan nou echt komen hoor. Ta-da-ta-da-ta. Da-da-da-da-da. Hey, de bos. En? Ik moest weer bijna een traantje laten omdat ik zo blij was. Het vluchtkoffertje is klaar. Het vluchtkoffertje is ook klaar. Alleen we mogen geen vluchtkoffertje meer noemen. Het is het blije koffertje. Het blije koffertje. Het is het blije koffertje. Ik stel voor dat we even een kijkje gaan nemen in jouw blije koffertje, wat daar allemaal in zit. Dames en heren, de blije koffer. De blije koffer. Nou, laten we eens even zien wat er allemaal in zit dan. Dit ging je uitpakken, maar het zijn alle verzorgingsproductjes. Mijn moeder zei dat ik iets te veel... Ik wou het niet zeggen. Iets te veel dingetjes erin had zitten. Maar ik vraag me af of je... Ga jij op vakantie met die kleine dadelijk meteen door? Nee, maar ik weet nu niet wat ik moet kiezen. En het ene mutsje is dus kleiner dan het andere mutsje. Dus ik weet niet hoe groot bijvoorbeeld ons kindje zijn hoofd is. Ik hoop natuurlijk heel klein. En dan hebben we natuurlijk hydrofiele doeken. Voor de mama moeten we kleding hebben. Ondergoed, voedings-BH's. Nog meer hydrofiele doeken. Doe normaal, joh. Een heerlijke... spray voor als het me even allemaal te veel wordt. Wat is dit? Ja, dat hoef ik niet. Dat kan je gewoon laten zitten. Dat hoef ik niet uit te pakken. Wat heb jij weer in gedaan? Laat dat nou gewoon zitten hier. Waarom is het koud? Nee, wat moet ik met vies saus hierin? Dit gaat echt niet erin. Jij hebt gewoon in een koffertje gezeten. Wat voor saus is het dan? Ja, knoflooksaus. Eeuw. Schat, als jij straks 2 dagen ligt te bevallen en ik bestel een shawarmaatje, dan wil ik graag een knoflooksausje. Oh, ga jij echt shawarma bestellen als je ligt te bevallen? Mm-hmm. Goed, laten we verder gaan. Ja, nou in ieder geval... Lief, hè? Ik ga het even zeggen, schat, hoor. Mm-hmm. Ik vind het een beetje overdreven, dit. Ja, maar schat, je kan maar beter te veel hebben dan te weinig. Ja. Want anders moet jij tussendoor, terwijl ik misschien wel daar helemaal zo lig van... Oh, ik zie het allemaal niet meer zitten en dat ik dan helemaal zo lig van... Dan moet jij in één keer tussendoor gaan halen. Ik ga daar ook niet over in discussie met jou. Nee. Jij bent hoogzwanger en dat is nooit verstandig. Inderdaad, goed ja. Gedaan, schat. Ik denk gewoon dat... Jij bent goed voorbereid. Ik heb tenminste keuze. Jij hebt heel goed gedaan, lieverd. Je weet toch niet hoe je kleintje eruit komt? Nee, misschien is die heel groot, vergeet je niet heel klein. Mijn knoflooksaus erin te doen? Nee, ik vind het echt goor hoor. Doe maar lekker in een andere tas. Neem jij lekker zelf je vluchtkoffertje. Wat denk je volgende week een kleine?
denk ik al heel lang, maar ik ben er gewoon van overtuigd. Ik voel het. Ik denk dat nu echt ik gaat gebeuren. Ik voel het gewoon. Ik denk nu dat het gaat moet hij gewoon komen. Zodra we die ooievaar zien. Ja. Helemaal goed. jij mag hem afsluiten deze week. Ik heb vorige week gedaan. Einde bericht.